Goedemorgen, het is 9 uur. We zijn wakker. Het was het gruwelijk koud vannacht. Oh, ik heb liggen beven. Wij lagen erom. Wat was het? 1 uur in of zo? Nou, ik heb er 3 uur s'nachts liggen beven. Ik kon niet meer. Het was zo koud. Dus ik heb op een gegeven moment mijn trui aangetrokken. En weet je ook, mijn broek. Oh, toen ging het wel. Ik weet er nergens last van, want hij heeft een lange pyjama mee. Dus voor volgend jaar neem een warme pyjama mee. Ik heb een luchtige, maar ik neem ook een warme mee. Op zich kan dit ook wel, maar hij was gewoon oud en sliep gelijk. En ik heb echt nog 2 uur zitten trillen gewoon in bed. Oh. Het was hartstikke gezellig. We worden wakker met echt 6 verschillende vrienden die een appje. Waar zijn jullie? Eentje om 3 uur 's nacht, eentje om 6 uur 's nacht. Eentje allemaal losse mensen van elkaar. Dus er zijn heel veel mensen los van elkaar die we kennen, die elkaar niet kennen, zeg maar. Dat is heel grappig. Ze zien elkaar hier en daar. Oei, oei, oei. Ik heb ook maar besloten dat het niet te doen is om de hele tijd zeg maar, af te spreken met mensen. Het is meer van, hey, ga je ook daarheen? Nou, misschien zie ik je daar, weet je. Ik ben er klaar mee met ergens afspreken. Want dan sta je in het midden bij Fred again. En dan is er weer iemand aan de zijkant van de berg en alles. Nee, ja. Nee. Vind ik zo zonde van de tijd om elkaar te gaan lopen zoeken dan. We zien elkaar wel. En je komt ook random mensen tegen waarvan je niet wist dat ze er waren. Dus dat vind ik altijd wel gezellig van festivals en zo. Van ja, weet je, gewoon, hoi, hoe is het al? En niet, och, nee, het ergste is met een hele grote groep zijn. Dan de hele tijd wachten op iedereen. Nee, 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 nee. Ugh, we waren gisteren met Klaas ook gezellig. Oh. Lekker chill. Wakker worden. Schijnt Gregor's naar de wc. Hij hebt net dat er geen rij bij de douches. Dus ik denk dat ik lekker onze spullen pak voor douchen. Die kant op gaan. En dan gaan we. Wij douchen gewoon samen. Dat kan gewoon. Tip. Kan gewoon met z'n tweeën douchen. Groot genoeg. Bij de glamping. Ik weet niet hoe het bij de gewone zit. Dus. Ja. Klein beetje brak wel. Ja, klein beetje, klein beetje. Oh, even heerlijk dat broodje met ei en avocado maken. Zo, ik heb er helemaal zin in. Helemaal trek in. Ik kom net uit de douche. Een reminder. Dit zijn de dingen die ik volgende keer echt absoluut zou meenemen. Glamping. Tentje op. Tafeltje. Tafeltje. Ons huisje heeft stoelen, maar tafeltje en stoelen. Het is echt absoluut. Hè. Ik doe alles ermee. Ik doe zeg maar, ik kook erop, ik maak me op erop. Zet ons drinken erop, spulletjes. Die tafel is echt heel handig. Verder dat bakje, die voor de badkamer. Ideaal, want je hebt een krukje waar je spullen op kan zetten. Maar ik heb best wel veel mee. Ik heb bijvoorbeeld mijn neuspoelding, maar ik wil dat niet op de grond zetten, weet je wel. Dus douchegel, face wash, alles kan daarin. En ik wissel hem ook na, zeg maar, douchen nu ga ik zo doen. Doe ik zeg maar de avondspulletjes in voor de skincare en dat soort dingen. Twijfel om vanavond trouwens even te douchen voor het slapen. En dan morgen natuurlijk wegwezen. Dat zou een hack zijn, dat je dan zeg maar zondagavond doucht. Het is ook rustig in de avond bij de douches. Verder natuurlijk koelbox met drinken. Bolletjes, witte bolletjes hebben wij mee. We hebben avocado's mee. We hebben eieren mee. Nou, kruiden, eikruiden had ik. Een klein flesje olie om het in te bakken. Een spateltje om het mee op te bakken. Nou, top, heerlijk ontbijtje. Dat koffiezetapparaat, ja, die staat nu buiten. Maar dat draagbare koffiezetapparaat is top. Want de rij is best wel lang voor koffie. Gregor staat nu in de rij, maar kan je lekker espresso's mee maken. Heerlijk. Verder, tetteldoekjes. Ik zweer dat je tetteldoekjes echt de hele tijd gebruikt om dingen schoon te maken. Maar ik neem bijvoorbeeld als ik naar de wc ga, neem ik 1 tetteldoekje mee. En dan maak ik de wc even schoon. Dan gooi ik hem natuurlijk netjes in het prullenbakje, niet in de wc. Maar dan is de wc schoon. Dus ja, tetteldoekjes gewoon om te reinigen en alles. Per dag 2 paar sokken. Ik vind het wel lekker om halverwege, en 2 of 3 paar zelfs ondergoed. Ik vind het wel lekker om even dat opnieuw op de frisse aan te doen. En doe ik, oh ja, en die washandjes van die Zwitserse handjes, daar fris ik mezelf dan mee op. Halverwege de dag doe ik nieuwe schone sokken aan, schone ondergoed voor zeg maar de avond. Dus overdag is het leuk, feesten, fun. En dan kom je terug even opfrissen, make-up opfrissen, alles. Verder, even denken hoor, wat is nog meer handig? Warme pyjama dus. Fris pyjama, warm pyjama. De schoenen gaan helemaal in de blubber. Dus ik zou echt niet mooie schoenen aan doen. Dit is echt voor mezelf. Dan kan ik dit volgend jaar terugkijken als we weer gaan. Elke dag een schone handdoek is natuurlijk wel lekker.
Worden als. Oh ja, ik heb extra tassen. Als in. Ik heb alles in van die tote bags gedaan. En die tassen heb ik nu los hier op de plank liggen. Maar dat is echt handig. En nu naar de badkamer pak ik een tas, doe ik daar mijn spullen in. Oh, we gaan even daarheen. Even in een tas gooien. Dat is wel handig, anders heb je het allemaal maar vast en zo. Ja, verlengkabel. Maar we hebben altijd mee op reis. Om dingetjes extra in te doen. Eens kijken. Keukenpapier. Handig. Ja, snacks. Maar, nou, ik ga eventjes een chill outfitje aan en ontbijtje maken. Zal ik maar even met kijken wat er gebeurt als je de deksel er al... Oké. Jongens, dit ding is echt incredible, wat ik heb gehad. Wat een fantastisch ding. Super, dan kan je deze espresso zo maken. Love it. Oh, hij is er perfect, jongens. En Gregor komt met een briljant idee om wat gecrunchte chipjes erbij te doen. Lekker avocado, eitje en dan lekker... Kijk, het tafeltje wordt gereinigd en dan is het de make-up corner. Kokoswater is ook echt een top idee. Oh yeah. Oké, guys, ik heb me helemaal... Zondag haar, krul, alles. Ik heb de works gedaan. Haartje gewassen, krul prep, glow look. Jongens, wij zijn, we hadden nog helemaal niet verteld wat we vandaag, waar we allemaal heen gingen. En wat we... Dat zouden we vertellen, dus dat gaan we even nu doen. We zijn bij R geweest. Wacht, ja, maar nu ga je, wacht. Ga ik te hard? Het begint nu bij het einde. Even kijken, wij zijn, we hebben echt zoveel gemist. We wilden naar Blue Eye en Elephant en... Kabaka Pyramid hebben we allemaal geskipt. Toen begon Confidence Man. En daar zijn we wel in. Dat was heel leuk. Ja, we hebben een hele optreden gehad. Dat was heel leuk. Harry en Mac hebben we toen geskipt. Air was amazing. Echt amazing. Toen hebben we Thundercat en Barry Can Swim hebben we geskipt. En Teaser Touchdown hebben we geskipt. Want we waren zo leuk bezig. Mm-hmm. En nu is Royce en Murphy bezig. En dan denk je, oh, how dare you daar niet heen gaan. Maar die hebben we al een keer live gezien. En we moeten echt even chillen, want zo meteen is Naas. En daarna is er ook Jay Huss nog en Goldband. Ja. Ja, dat zijn wel dingen. En we hebben geshopt. We ontdekten dus allemaal precies. Van die kledingwinkels. En we dachten, die waren leuk. Ja. Kijk, van die zelfgemaakte dingen en zo. Hij heeft dit met de M. Ja. Raad je nooit wat daar staat. Waar staat. En een smiley. Marcia Miele. En we hebben een superleuk kledingmerk gevonden. Daar heb ik deze broek van, weet ik weer. Elastiek. Amsterdam. Kijk nou hoe leuk deze broek, die doe ik zo meteen aan. Je scrunchie. Want kijk even naar de scrunchie, die past bij mijn jasdingetje. Het is wel echt een soort jasje hoor, schat. Overhemd. Ik doe wel een ander shirtje eronder. En dan doe ik deze in mijn haar. Oh ja, kijk, ik kan echt roze doen. Met een roze. Ja, dat is leuk. Oh, andere kleur roze, maar dat geeft niet. Je kan sowieso bij elkaar aan, toch? Ja, tuurlijk. Oh, wacht. En dan hebben we cadeautjes voor thuisfront. Ja. Ik heb deze nagels, daar heb ik dan ook deze citroenen nu van. En... Wat hadden we nog meer? Oh, ik vergeet het belangrijk. Deze BH. Oh ja. Bij Another Stories. Ik werd helemaal gek van mijn BH. Dus ik heb zeg maar gisteren en eergisteren sport... Ja, wat? Dit is toch... Ja. Hij is heel mooi. Ik had sport BH gisteren en eergisteren. En vandaag gewoon. En ik dacht echt, wat doe ik mezelf aan? Want toen, het is zo warm. Ja, het zit gewoon... Ja, je weet wel. En toen waren we bij Another Stories. Dacht ik, maar dit vind ik chill en leuk en cute en alles. Dus ja. Die. Dan hebben we... Even kijken hoor. Heb ik... Meer van leuks. Mol. Nou, voor Mila een kettingje. Ja. En voor mezelf oorbellen. Dit is van Bonnie Studios. Kijk. Er waren echt al die winkels waren leuk. Die andere was ook leuk, hè? Ja. Met die broeken. Die waren mooi. Oh, er waren echt hele mooie merken zonder. Ik dacht, ja, ik moet helemaal broek gaan passen. Zilver. Even kijken. En dan hebben we hier nog cadeautjes voor Stephanie Zet ook. Dus. Ja. Ja. Want jij hebt die broek gewoon gepast. Ik heb altijd dat als ik dan broeken wil passen, dan denk ik, ach. Same, maar nee, maar ik moet wel. Ik moet wel. Nee, maar daarom heb ik gewoon die winkel geskipt. Omdat ik dacht, ik moet mijn schoenen gaan uitdoen. Nee, moet ik die broek gaan aantrekken. Ik vond en als die niet goed zit, moet ik weer een andere broek. Ik vond hem zo leuk. Ik dacht, ik wil hem. Dus toen heb ik hem gepast en hij zat echt goed. Dus ik heb hem voor vanavond. Die, ik denk, dan hou ik deze blouse aan met die BH zo. En dan doe ik zijn scrunchie erbij, dan match ik weer bij hem. En ook een beetje bij dit. Ja. Dat was het eigenlijk. Tadaa. Ja. En dat was dus, wel leuk. Dat was het. Dus ik weet niet hoe laat we het vanavond maken. Ik ben echt gaar. Oh, ik ben gaar.
Normaal wil, hebben we nu... wel daarnaast, maar daarna ben ik ook wel... Ik wil heel graag naar Goldband. Jij wil naar Goldband, hè? Mm. Nou. We hebben inmiddels denk ik 1001 vrienden die hier rondlopen en iedereen... Het is niet normaal hoeveel niet mensen normaal hoeveel mensen hier zijn, maar dat je elkaar ziet en dat je elkaar appt van... Hey, waar ben jij nu? Waar ben je nu? En dat je echt zoiets hebt tegen iedereen... Ja, we zijn daar. Een soort van, ik ga niet... Anders blijf je maar bezig met achter mensen aanzoeken. En als je komt elkaar weer tegen of niet. Maar ja, dat is wel echt waar. Echt heel geslaagd. Maar Marijn nog steeds niet gezien. Ook niet gezien. Dat is de reden dat we hier zijn. Ze zei, jullie moeten echt nooit hebben niet gezien. Terwijl die ook gewoon op de glamping slaapt. Nee, is fantastisch. Superleuk. Heel veel leuke, heel veel volgers ontmoet. Heel veel. Vooral bij de shop. Zo, toen was ineens... toen gingen winkelen waren echt. Ja, er was ook heel veel. Maar iedereen super chill en relaxed. Ja, ja, lekker leuk, eten leuk, ook leuk. Trouwens. Het is echt leuk. Ja, zullen we zo eens even eten? Ja, we hebben nu die chips en die... Ik dacht, ga kijken of mijn die Pokémon... die stappen, die telt hij dus niet, dus je er niet in zet. Maar er komt in één keer een hele gekke Pokémon, dus die moet ik wel even vangen natuurlijk. We hebben de schaar mee, toch? Ja, want ik wil deze. Mila, laat zien. Jongens, outfit check. Outfit check. Check van de nieuwe outfit. Broek. De nieuwe broek. Deze hoort bij hem. Nieuwe deze. De nieuwe bandana. Ik neem deze trui ermee. Broek van gister. En ik neem toch de tas mee. Het is toch wel handig hoor, een paar dingetjes. Tas. Ja. Zo, so, ja. Ready to go, uit. Let's go naar het nacht. Hey guys, we komen net van Goldband. Ja. Niet tot het einde gered, het is 10:07. We zijn best wel een beetje gaar. Een beetje wel. Een beetje. Maar we zijn nog wel even naar de takkenshow. Maar ik vond hoe je het wil noemen, mensen hadden takken. Ja, het begon al, zeg maar. Ja. Iedereen heeft ook wel een takken, dat is een soort ding bij Lowlands. Nou, super cool. Daar zaten we een hele leuke kleine disco club. Ja, Schools Live had dan een soort van mini-clubje. Ja, het was echt wel heel erg leuk en we gaan gewoon een beetje lekker tijd. Funky. Tijd naar bed morgen. En nu gaan we alles inpakken? Nee, hell no. Morgen. Ja, nu alvast naar de auto brengen. Morgen er vandoor. Heel veel volgers tegengekomen. Vandaag? Zo. Vandaag om de haverklap. Echt gewoon vet leuk. Ja, het is gewoon leuk. Ja. En het is echt fun. Ik vond het heel leuk. Heel geslaagd. Ja. Ik moet echt volgend jaar terugkomen. Ja, hartstikke leuk. Ga morgen, ik wil zeggen uitchecken, maar dat is het ook inderdaad. Ja, we moeten de sleutel toch inleveren. Ja, moeten de sleutel. Hey, ja, dat zouden anderen dan niet hoeven. Wie niet? Als je in een tentje staat, nee, dan heb je geen sleutel. Ja, dan kan je gewoon gaan. Daarom hebben ze misschien die tent opengelaten. Zo van... Wij zijn weg. Ja. Dus bij een hotel was soms deur open. Ja, dat is ook wel. Maar dat betekent de bouldercar weer vullen. En we zagen dat sommige mensen het al deden. Maar dat is natuurlijk omdat ze dan zondag ook weggaan. En ik had zoiets van, de morgenochtend. Nou, nee, maar ik zat dus wel te denken van, oh, aan de andere kant is het ook chill. Als je nu gewoon de laatste paar dingen, dat je nu alvast met de bouldercar erheen gaat. En dan je outfit en je andere laatste dingen die je nog nodig hebt, dan hier laat. En die nog één keer met de bouldercar. Inpakstress. Ik kan het niet aan. Ik heb voor dan mij liever... zou dat zo chill zijn. Ja, voor mij mag dat je. Dat we morgen stress gaan hebben. Vul hem maar... en dan breng ik hem naar de auto. Nee, ik kan het niet. Nee, dan doe ik gewoon mijn ogen dicht. Ja. Ja, en dan zet ze het in de auto en dan zegt ze, nee. Ja, maar dan zou je net zien dat je zocht ik heb dat nodig. Oh, dat staat al in de auto. Zou je net zien dat je morgenochtend een roll-up nodig hebt. Fruit roll-up. Ja. Een vriend van ons die slaapt op de glamping en die was geparkeerd. Op je pyjama. Ja, geparkeerd op de gewone en die zei dat hij nu 2,5 uur bezig was met heen en weer lopen. Ja, dat is wel echt, pittig, denk ik. En verder, ja, weet je niet, ik vind het echt, ik vond het hartstikke leuk. Super leuk. Echt heel leuk. Het enige echt dilemma leuk. Is nu, zo meteen alsnog douchen of morgenochtend? We kijken wel even. Kijk even, we moeten 12 uur uit, maar ik denk wel vroeg wakker zijn. Ja, want dat is tot nu toe elke keer gebeurd. Ja. We gaan het zien. Oké, zal ik hem afsluiten? Ja, laten we dat doen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Bye. Doei.